Michel Vorm is de keeper van FC Utrecht. De verdediging bestaat uit Nesu, Wuitens, Schut en Cornelissen. Twee controleurs op het middenveld, Lenski en Silberbauer. En daarvoor spelen Mertens, Maguire en Duplan. In vergelijking met het duel in Roemenië is de Moesje uit het basiselftal en speelt Maguire. De diepe spits heet Van Volswinkel. Isaacson keept bij PSV. De linksback is Pieters, dan Bauma, Marcelo en Hutchinson. Op het middenveld Engelaar, Toivonen en Affelay. En drie man voorin, Djoutjak, Reis en Bakal. Bakal dus rechts voorin en dat betekent dat Lens op de bank begint. En de man rechts in beeld, die in zijn carrière al 6 keer scoorde tegen Utrecht, Danny Koevermans was dat, die begint dus weer op de reservebank. De commentator bij Utrecht PSV is Jeroen Elshoff. Pieters op bekend terrein. Het speler van Utrecht. Affelay. Engelaar. Zwak ingespeeld door Engelaar. En dus de overname van Duplan. Die alleen is, maar dat is met de techniek van Duplan in dit geval geen probleem. Aan de andere kant is er inderdaad ruimte voor Maguire. Die eigenlijk zomaar door kan lopen. Maguire met het eerste schot. En de eerste redding van Isaacson. PSV heeft moeite met het compact spelende Utrecht. Veel verder dan 35 meter van de goal van vorm komt PSV niet. Halverwege de eerste helft. Toivonen. Toivonen er nu wel langs. En het strafschopgebied in. Toivonen, goede voorzet. En bijna Bakal bij de tweede paal. Nesu. Bal te lastig voor Mertens. Affelay. Een duw uitgedeeld door Bakal. En daardoor is hij nu van Nesu af. Het spel gaat verder. Affelay. Reis naar de eerste paal toe. Daar Reis en Toivonen. Goede redding van vorm. Djoutjak in de rebound en dan is het raak. 1-0 voor PSV in de 25e minuut. De 6e goal van Balázs Djoutjak dit seizoen. Utrecht beklaagt zich bij Wegerev omdat er voorafgaande aan deze aanval een duw, dan wel treksituatie is geweest bij Bakal en Nesu. Bakal die wel degelijk Nesu even vastpakt. Het gaat allemaal verder en het levert uiteindelijk PSV een doelpunt op. Eerst vorm nog op de inzet van Toivonen. Maar de rebound is voor de doelman van Utrecht onhoudbaar. Reis afgetroefd door Schut. En nog een keer Schut. Daar gaat Reis stevig door. En Wegerev heeft het gezien en trekt direct rood voor Reis. Geen enkele twijfel bij Jan Wegerev. Schut gevloerd door Reis. En die moet er vanaf. Hier gebeurt het. Ja, de elleboog van Reis wel wat naar achter. En daarna omhoog. Het is een stevige straf voor Reis. De laatste keer dat hij floot gaf hij een rode kaart aan Anita. Bij Excelsior Ajax. Toen kreeg hij straf Wegerev. En hij moet nu dus weer de rode kaart trekken. En het is weer enigszins discutabel. Pieters, Affelay. Het is toch opvallend zoveel PSV nog aan aanvallen toekomt. Sinds de rode kaart van Reis. Affelay. Voorzet. Tot bij Toivonen en vorm. Zo zijn zelfs met een man minder de beste kansen voor PSV. Prachtige bewegingen van Affelay. Vorm voorkomt dat Utrecht op een grotere achterstand staat. Eén wissel aan het begin van de tweede helft. Frank de Moesje komt in plaats van Ricky van Volswinkel. Die te veel last heeft van zijn nek. En dus niet verder kan. Maguire. De Moesje. Klaarleggen en Lenski. Schut. Duplan. Duplan. Bauma en niets aan de hand, zegt Wegerev. Een doeltrap. Daar snappen ze bij Utrecht helemaal niets van. Inclusief de trainer.
Hier Bouma. En dan zijn er zoveel benen. Maar wordt er ook een bal geraakt. Weegreef vindt het geen strafschop. En daar valt mee te leven. Ruim een half uur nog en Utrecht voert de druk op. Neesu. Lenski. Silberbauer. En Schut. De Moesje alweer veel in beweging daar in het midden. Het levert Utrecht een hoekschop op. Hoekschop Maguire. Isaacson blijft staan. De Moesje kopt. En kopt dus over. Silberbauer, De Moesje, Silberbauer van de bal gezet. Door een behoorlijke schouderduw van Marcelo. Het is ook gewoon een schouderduw. Het stormt richting het doel van Isaacson. Maar PSV houdt stand. Mertens. De kogel. De jonge invaller, de kogel en een hoekschop. Mertens trapt de hoekschop, Silberbauer eronder door. Nog een keer, Silberbauer. Mertens. Voorzet richting De Moesje, Isaacson. Het is voor even genoeg. Wuitens brengt opnieuw in. En Schut. Mertens. De Moesje staat alweer te zwaaien. Hier is Duplan. Er zat iets van een hand bij. Maar het spel gaat verder met Mertens en De Moesje niet. Bal blijft daar hangen. Maar wie heeft hem dan als eerste? Uiteindelijk, misschien niet als eerste, maar heeft Isaacson hem wel. Afflaai. Vrije trap PSV. En Neesu moet zich melden bij Weegreef. Neesu heeft al geel. Vandaar dat de PSV'ers hier vragen om een volgende kaart. Maar daar wil Weegreef niet aan. Hier Afflaai. En het inkomen van Neesu. Hij komt goed weg. Toivonen. Helemaal alleen daar. Maar als je maar genoeg vertrouwen hebt, kan je doorzetten en een strafschop gegeven. Overtreding Lenski. Weegreef wachtte even en stuurt Lenski dan ook weg. En zo is het weer 10 tegen 10. Het is een overtreding. Een doorgebroken speler en dus rood. Zuzak voor zijn tweede van de middag. En een comfortabel voorsprong voor PSV. Zuzak via de paal. En zo heeft PSV de zaken goed voor elkaar. Rustig ingeschoten met wat hulp van de paal. Dat wel. Er schalt muziek uit de speakers in Galgenwaard. Dit is om de spreekkoren van de Utrecht-fans richting de scheidsrechter te overstemmen. Mertens weggestuurd. Kan er Utrecht nog iets in de laatste 10 minuten van de wedstrijd? Mertens, De Moesje. En nog een keer De Moesje en het is een prachtige goal. De spanning is terug door Frank De Moesje. De actie van Mertens. In eerste instantie mislukt de inzet van De Moesje, maar dit doet hij natuurlijk fantastisch. Prachtig in de kruising. 90ste minuut. Utrecht komt nog maar. Met Mertens. Op hoop van zegen. Mertens. Mertens en Isaacson. Het is een slagveld geweest vanmiddag in Galgenwaard. De Moesje, Bakal haalt weg. Silberbauer. De Moesje vraagt nog. De Moesje legt klaar. Duplan en Isaacson. Weer Andreas Isaacson. En daar is dan het eindsignaal van Jan Weegreef. PSV wint in Galgenwaard met 2-1.